Op 6 juni 2014 organiseert NAM een zogenoemde town hall meeting voor geïnteresseerde partijen die die uitvoeringsorganisatie willen gaan vormen. Dan is er ook een presentatie met informatie over het aanbestedingsproces en wat de uitvoeringsorganisatie moet gaan doen. Was u bij die informatiebijeenkomst aanwezig? Ja, was ik aanwezig. En wat is u bijgebleven wat toen verteld is over die uitvoeringsorganisatie? Nou, een zaal vol mensen, beneden in de kelder bij Van der Valk. Bart van der Leenput, destijds directeur van de NAM, heeft daar volgens mij het groot gedeelte van het verhaal verteld. En wat mij daarvan is bijgebleven is dat het een mega-operatie zou kunnen gaan worden. En niemand wist toen nog precies hoe groot of hoe klein die zou worden en hoe lang het zou duren. Mm-hmm. Waarbij het in mijn herinnering ook duidelijk is uitgesproken dat de bedoeling was om de regio daar ook duidelijk een rol in te geven. Mm-hmm. Dus niet alleen de rol die ze automatisch hadden omdat de ellende daar gebeurde, maar ook in het sturen richting een oplossing en het uitvoeren van een oplossing. Dat staat mij bij dat daar genoemd is en ik ben daar vandaan gekomen met het idee van dit is wel heel veel wat er op ons afkomt. Heel veel, zegt ja. u. Ja. En u zegt de regio een rol moet gaan spelen. En wie bedoelt u dan met de regio? Ingenieursbureaus, schilders, vloerbedekkingsmensen, aannemers, stucadoors. Zeg maar alle handjes in de volle breedte in de regio. Ja, wat u net ook zei, het zou jammer zijn als het uit de andere landsteden. Niet alleen jammer. Dat vond ik toen te voorzichtig uitgedrukt. Ik vond dat noodzaak, dat de regio daar maximaal bij betrokken werd. Ja. En dat was ook een van uw overwegingen om mee te doen? Dat is eigenlijk een van de belangrijkste overwegingen geweest om te kiezen om mee te doen aan een wedstrijd waarvan de hoofdprijs uitsluiting is. Ja. Ja. Wat u zei als een mega-operatie, werd er specifiek gesproken over wat er verwacht werd op het gebied van schade? Nee, dat staat mij niet bij. Wel dat er is keurig toelichting gegeven op het feit dat dat al een aantal jaren speelde. Mm-hmm. Dat er heel veel meldingen binnenkwamen. Dat de verwachting was dat die stroom nog wel eens groter zou kunnen worden. Maar staat mij niet bij dat dat bedragen genoemd zijn. Kan ik mij niet herinneren. Nee. En dus geen bedragen en ook niet qua aantallen of wat ja, er zijn ongetwijfeld aantallen genoemd van schades die er tot dan toe, tot de town hall meeting mm-hmm. zijn geweest. En we hebben ook aantallen meegekregen als opgave waarvoor we ons als PSB-CVW moesten inrichten vanaf ons moment van opengaan. Oké, en wat voor soort opdracht was dat dan? Nou, wij hadden staan dat wij moesten uitgaan van ongeveer 600 schades. En we moesten uitgaan van een doorgroei in de eerste 2 jaar naar maximaal 150 mensen. Oké, 150 mensen aan de kant van het CVW, ja. Ja, okay. Ja. Daar komen we straks denk ik nog wel op terug. Maar het is goed om een beetje een schets te krijgen dat hoe was het begonnen toen een beetje is beeld in, wat denk ik in alle oprechtheid door iedereen gedeeld werd van dit zou het wel eens kunnen gaan worden. Ja. En op het gebied van versterking? Wat was daar het beeld dat u meekreeg? Nou, niet heel veel. Ik weet vanuit onze tenderperiode dat we een aantal keren in die concurrentiegerichte dialogen die we hadden met de NAM. Mm-hmm. Hele bijzondere bijeenkomsten waar we op vrijdag een heleboel vragen kregen. Waarvan we geacht werden op maandagmiddag rond 12:00 al die vragen beantwoord te hebben. Dus dat heeft heel wat vrije weekenden gekost in die tijd. In die discussie hebben wij een aantal keren wat ideeën gelanceerd over bouwkundig versterken. Mm-hmm. En dat is pas later gehonoreerd. In het begin was toch het idee nog, al dan niet terecht, laat ik maar even in het midden, dat de nadruk zou liggen op schade. En dat het bouwkundig versterken pas op een later moment wellicht zou worden toegevoegd aan deze operatie. Ja, dus bij die town hall meeting was dat niet een onderwerp dat was niet, nee, schade was daar verreweg het belangrijkste onderdeel wat er genoemd is. En u zei bij schade, hè, 600 schadegevallen. En wij zouden uit moeten groeien tot ongeveer 150 mensen. Maar die 600, was dat een soort van totaal aantal of 600 per maand, dat was 600 maand, per week, kwartaal, jaar, staat per mij kwartaal. Bij. Ja, okay. Ja, dus zeg maar kleine 2.500 op jaarbasis. Op jaarbasis, oké. Okay. Nou, uiteindelijk kiest dus NAM ervoor om die uitvoeringsorganisatie te laten vormen door, de namen zijn al genoemd, hè, ingenieursbedrijf Arcadis, schadebedrijf CED en een aantal bouwbedrijven uit het noorden, waaronder ook Van Wijnen, waar u werkte. En die gaan dan aan de slag om het Centrum Veilig Wonen op te richten. Wat was nou op het moment van die oprichting de opdracht van die NAM aan het op te richten Centrum Veilig Wonen gaf?
Ja, wij zijn even uit mijn hoofd, ergens half oktober hebben wij het contract getekend. En dan hebben we het over 2014, denk ik? Dan hebben we het over 2014, dat klopt. Mm-hmm. En we zijn 4 of 5 januari 2015 hebben we onze deuren geopend. Ja. En in die 2,5 maand hebben we vreselijk hard gewerkt. En meestal vergaderd bij Van der Valk in Assen, omdat we nog geen locatie hadden om ervoor te zorgen dat we de telefoon aan konden nemen op 4 januari. Ja. Maar wat, dus u heeft 2,5 maand gewerkt om het te openen. Wat verwachtte de NAM nou van Centrum Veilig Wonen in die periode? Dat wij in staat waren om de nieuwe schademeldingen die er zouden komen, om die aan te nemen en die conform het schadeprotocol van eind 2014, wat ons ter beschikking was gesteld, om dat op die manier te behandelen en te behandelen. Ja, dus de nieuwe schademeldingen vanaf het moment van openen, denk ik, ja, dat u bedoelt? Ja, vanaf het moment van opening zou dat gebeuren. Ja, en u zegt het schadeprotocol dat wij in handen kregen, hoorde ik u zeggen? Ja, dat was het schadeprotocol wat ons door de NAM ter beschikking is gesteld. Ja, dus dat was er eigenlijk al? Ja, dat was er al. Toen wij begonnen was dat er al. En wij vielen met de neus in de boter, want we hadden ergens in de kerstvakantie 2014 nog een redelijke beving. Waarvan wij sterk de indruk hadden dat heel veel mensen met het melden van schade hebben gewacht tot wij open waren. Mm-hmm. En begin januari nog één. Dus die 600 hadden we volgens mij binnen 14 dagen. In plaats van in het in kwartaal. Plaats van, in de eerste drie maanden. Ja. En we hadden het er net al eventjes over, hè, schade en versterking. En u zei, in ieder geval op die meeting in juni was versterken eigenlijk geen onderwerp. Was versterken een onderwerp in die periode tussen oktober en januari, toen u zeg maar bezig ging met oprichten? Ja, toen was het besef wel al gegroeid bij een ieder dat daar ook wel eens een deel van de opgave zou kunnen bestaan uit versterken. Oké. Okay. Ja. En hoe kreeg dat vorm, zeg maar, in het nou, organiseren? In mijn herinnering niet anders dan dat er is gezegd van, joh, begin met opname van schades. Nou, mm-hmm. Dat is ook gebeurd. En in de loop van 2015 komt er meer duidelijkheid over de versterkingsopgave. En die wordt dan ook belegd bij het Centrum Veilig Wonen. Okay, dus dat is in mijn herinnering de situatie van toen. Ja, dus het was een onderwerp, maar het was nog niet uitgewerkt en dat zou later komen. Nee, ja. Dat klopt. Nou, het Centrum Veilig Wonen gaat dan rechtstreeks contact onderhouden, u noemde al even een beetje hoe, met gedupeerde Groningers en wordt verantwoordelijk voor de aansturing van aannemers en ingenieurs. Inspecteurs, sorry. Het Centrum Veilig Wonen moet ervoor zorgen dat in Groningen de schades worden afgewikkeld en gebouwen worden versterkt. En Peter Kruid, afkomstig van CED en inmiddels overleden, wordt de algemeen directeur van het CVW. En u wordt directeur bouwkundig versterker. Nee, correctie. Ik ben begonnen als directeur erkenningsregeling. Erkenningsregeling. Omdat, ik al zei, op dat moment was bouwkundig versterken nog niet een prominent onderdeel. Maar wel het organiseren van marktcapaciteit in de uitvoering. Okay. Dus mijn eerste functie was directeur erkenningsregeling. Okay. Dat klinkt beduidend ingewikkelder dan dat het precies was. Maar ja, okay. Ik moest ervoor zorgen dat er capaciteit georganiseerd werd en klaar stond als de opgave kwam. Oké. Okay. En, dus die verantwoordelijkheden veranderden dus door de tijd heen, begrijp ik. Ja, toen bouwkundig versterken een prominenter onderdeel werd en ik geacht werd daar enig verstand van te hebben, is mijn functie gewijzigd van directeur erkenningsregeling. Dat stond ook netjes op de benen. Dat had vorm gekregen, is mijn functie veranderd in directeur bouwkundig versterken. Ja.